Nou, trainer Heracles Erwin van der Looy, wedstrijd tegen Ajax 2-4. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Nou, eigenlijk dubbel. Ik vond dat we wat we wilden doen, aanvallend, hebben we heel goed gedaan, vind ik. We hebben genoeg kansen gecreëerd tegen een ploeg als Ajax om te scoren. We hebben er uiteindelijk ook twee gemaakt en hadden er misschien wel meer kunnen maken als we iets zorgvuldiger waren geweest en iets meer kwaliteit hadden geleverd in de laatste fase. Dus dat is volgens mij prima. Alleen, we hebben ook 4 goals tegengekregen natuurlijk. En als je die analyseert, dan kunnen we daar wel iets over zeggen. Dus dat is wel een dubbel gevoel. Kan je daar iets verdedigend over zeggen? Of? Nou ja, er zaten gewoon een aantal goals bij waarbij je individueel niet heel goed verdedigt. Maar er zaten ook een aantal goals waar we als team niet hebben verdedigd zoals we hebben afgesproken. We zouden vooruit druk zetten. Zeker op eigen helft zouden we op degene van Ajax die de bal had druk zetten. Zodat hij niet te veel tijd en ruimte had om passes te geven. Dat deden we zeker bij de gelijkmaker bijvoorbeeld niet goed. Toen kreeg Berghuis veel te veel tijd om de bal op Robbie te spelen. Ja, en dan wordt Robbie natuurlijk sterk als hij in de 16 kan komen met een man in zijn rug. Ja, dan weet je dat hij weg gaat draaien en dat hij altijd een goal kan maken. Maar je moet dan in het gedeelte daarvoor zorgen dat hij niet gaat scoren. En dat hadden we afgesproken, maar dat deden we niet goed. Ja, dat zijn dan punten waar je op terug kan kijken, kan analyseren en op verder kan werken. Wat zijn eigenlijk de positieve punten wat je uit deze wedstrijd haalt? Want ja, er zat ook wel strijd in. Nou ja, wat jij zegt, er zat strijd in. Ik vond dat er energie in zat. We wilden vooruit. We zagen de ruimtes en die hebben we bij Vlagen ook goed bespeeld. In de beginfase vond ik dat zelfs uitstekend. De goal die we maken, de eerste, was eigenlijk uit het boekje wat we graag wilden in de opbouw. Precies wat we verwachten, doordekken bij Ajax. De ruimtes benutten erachter en dat was eigenlijk hartstikke goed. Dus er zitten ook wel positieve punten in vandaag. Alleen is het jammer dan dat je toch met 0 punten staat. Is het dan meer dan inderdaad de teleurstelling van de 0 punten die overheerst? Of de euforie van, nou ja, weet je, met stapjes zit er toch wel beter spel in? Nee, er zit voor mij wel de teleurstelling. Een wedstrijd speel je om te winnen en om een resultaat te halen. En dus als je dat niet haalt, ben je teleurgesteld. Maar aan de andere kant ben je ook trainer en analyseer je meteen wat er gebeurd is. En er zijn een aantal dingen die moeten echt beter. En een aantal dingen, vind ik, zijn we op weg. Dus dat moeten we uitbouwen. En dan deze week weer trainen en volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Ja, zo is dat ook. 24 uur gaan we hier van balen en dan moet de knop weer om en dan gaan we weer richting Nijmegen. Succes. Dankjewel. Nou, Jesse Hoornkamp, alweer een doelpunt, maar met 0 punten. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, uiteindelijk denk ik teleurstellend, want je wilt gewoon deze wedstrijd winnen. Het maakt niet uit welke wedstrijd je wilt winnen. Het is allemaal al, denk ik, teleurstellend, ja. Hoe kijk je terug op je eigen spel vandaag? Ik weet het niet echt. Ik ben blij dat ik een doelpunt heb gemaakt. Ik denk dat ik ook best wel belangrijk ben geweest misschien aan de bal en qua druk zetten. ik had wel gehoopt dat ik misschien nog iets meer kon brengen. Maar ik had sinds eergisteren al griep eigenlijk. Zoals je hoort misschien aan mij ben ik nog steeds niet helemaal 100%. Maar ik wilde gewoon graag spelen en... Ik denk dat ik misschien voor het team uiteindelijk toch belangrijk heb kunnen zijn. Ja, je hebt natuurlijk ook een tijdje lang best wel een zware blessure gehad. Je bent teruggekomen en toch best wel goed. Je hebt er nog aardig wat doelpunten erin liggen. Wat vond je vandaag niet dat de mensen misschien iets meer hadden kunnen aansluiten om je te helpen? Om het makkelijker te maken? Daar hebben we het ook wel veel over gehad. Op de trainingen, dat als ik een lange bal krijg, dat er mensen onder kunnen komen... Of met voorzetten, dat ik hem probeer klaar te leggen. Of als ik schiet, met rebounds. Maar ja, dat is ook iets wat er uiteindelijk misschien meer in moet komen. Omdat je ook nu in een ander systeem speelt. Vond je het spel toch een beetje aanpassen toen Mario Engels erbij inkwam? Vond je het zelf makkelijker? Nou, ik heb het niet per se zo... Nee, is me niet echt opgevallen eigenlijk. Tuurlijk, hij brengt heel veel energie. En het is fijn dat hij gelijk die bal binnen schiet. Maar ik was heel erg bezig ook op een moment met mezelf qua druk zetten en aanlopen. En ja, op het moment dat Mario kwam, merkte hij wel ook heel veel diepgang. En dat er wel weer wat energie ook weer bij kwam. Ik denk dat het op het laatst wel weer nodig was om dat erin te krijgen. Wat zijn de dingen voor jezelf waar je deze week op gaat trainen op, ja, na aanvang van de wedstrijd tegen NEC?
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik eerst even goed ga uitzieken. Even goed ga herstellen en dan gewoon voor mezelf en die jongens uiteindelijk gewoon verder gaan waar we zijn gebleven. En uiteindelijk maak je gewoon goede stappen als team. En het is gewoon jammer dat je verliest, maar ja, Ajax heeft ook veel kwaliteiten natuurlijk. In ieder geval beterschap en succes volgende week. Ja, dankjewel.